grote taak. Beste kijkers, u kijkt live naar onze uitzending vanuit een zonnig Dortmund. Waar we straks gaan kijken naar een wedstrijd in het Signaal Iduna Park. Ik ben Sierte Vos en hier naast me zit collega Jeroen Guter. Ook jij van harte welkom, Jeroen. Samen zullen we het commentaar verzorgen bij deze wedstrijd. Dit wordt vast en zeker een boeiende pot. De tribunes zitten volgepakt. Ja, de supporters daar die hebben zin in een goede wedstrijd. En daar sluit ik me graag bij aan. Vandaag is door de coach van Fortuna Sittard gekozen voor deze spelers. De tactiek die de trainer hier voor ogen heeft met deze aanvallende 4-5-1 variant lijkt me duidelijk. Verdedigen en hopen op een counter. Ja, die indruk krijg ik ook. Probleem is wel dat je bij zo'n uitbraak maar één echte spits hebt. Hier zien we de opstelling van het andere team. Jarenlang verkeerde Fortuna Sittard in financiële nood. Toen ze weer in problemen kwamen, werd de club in 2016 opgekocht door de Turkse investeerder Işitan Gün. Hij is werkzaam geweest voor Galatasaray en kon via die club een aantal spelers aantrekken. En vanaf 2018, zo zie je maar, dat heeft echt succes opgeleverd, speelde Fortuna opnieuw op het hoogste niveau in de Eredivisie. Fortuna Sittard met de aftrap en de wedstrijd is begonnen. Daar gaat hij langs de tegenstander. Leroy Fer. Richarlison, balbezit kwijt. Ze laten hem niet met rust. Konrad Laimer. Het was vast niet zijn bedoeling om blind aan te spelen. Komt er een doelpunt aan? Naar de tweede paal. Die bal gaat er schitterend in. Die lijkt er toch in te zitten? Ja, maar buitenspel. Dat is ook het oordeel van de assistent scheidsrechter. Dit doelpunt gaat dus niet door. Is dat wel zo? Nou, eens even in herhaling kijken of we het duidelijker zien. Ja, het is wel vaak lastig te bepalen, maar deze beslissing lijkt me terecht. James Maddison. Dat is een overtreding, maar er wordt geen kaart getrokken. Ederson met de redding over de lat getikt. Ze mogen een hoekschop nemen. Hoekschop wordt voorgegeven. Jammer. Maar hier worden ze niets wijzer van. Goed ingegrepen door die speler. Veel ploegen zullen jaloers zijn op wat deze twee clubs in huis hebben qua aanvalskracht. Wat verwacht jij van deze twee spelers? Dit zijn twee geweldige voetballers om naar te kijken. Allebei in staat om een man te passeren en altijd dreigend in de buurt van de 16. Konrad Laimer. Dit maakt het af in zo'n wedstrijd, zo'n trucje. Zeker als het lukt. Dat is nou goed gebruik maken van het balbezit. Sterk hoe hij die bal verovert. Komt steeds iets verder. Alessandro Schöpf. Ja, nu kan er een counter komen. In het centrum gespeeld. Counters. En die gaat over de doellijn. Oh, wacht. Annulado. Dat doelpunt gaat niet door. Klopt. De assistent scheidsrechter is duidelijk. Gedecideerd houdt hij zijn vlag omhoog. Xabier Echeta. Ismaila Sarr. Konrad Laimer.
Langer balbezit nu. En dan goed opletten of er ergens een gaatje valt. Hij schudt de tegenstander van zich af. Dit moet een doelpunt worden. Ratatatata! Die is raak en we zien maar weer eens hoe het loopt om hoog druk op de tegenstander te zetten. Ja, want daarmee brachten ze de tegenstander dicht bij het eigen doel in de problemen. En dan zie je wat het oplevert. Dit team is zo begaafd. Zo dominant aan de bal. Van de een naar de ander en dan vervolgens altijd een loepzuivere paas, ook in dit geval. En vervolgens is het een kwestie van uithalen en dat doet hij met een kiezelhard schot. De doelman kan daar nooit op tijd bij, uitstekend afgerond. Het eerste doelpunt is gemaakt. De stand is 1-0. Okcipka. Richarlison. Tegenstander neemt over. Goed hoor dat hij hier voordeel geeft. Hij voelt het perfect aan. Ja, geen twijfel over mogelijk. Vrije trap. De verdedigende partij neutraliseert het gevaar van die bal. Een kans op een counter. Maken ze nog gebruik van die ruimte? Steven Bergwijn met een schotkans. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. En die wordt vervolgens ongenadig hard binnengeschoten met de volley. Ja, de keeper kon er met geen vinger meer bij. Wat een prachtige goal. En het staat weer gelijk. 1 tegen 1. James Maddison. Pedro Alcalá. De bal gaat rond voor het doel van de tegenstander. Op zoek naar die opening. Een ongelukkige actie waardoor de bal onnodig over de lijn gaat. James Maddison. Ismaïla Sarr. Tikken, pasen, ze hebben geduld. En ze wachten het juiste moment af. James Maddison. Die bal verdwijnt in de net. Het is tiki-taka avant la lettre. Ja, prachtig. Al die pasen over en weer. En uiteindelijk ontstond er de ruimte en die werd optimaal benut. Tiki-taka in optima forma. Kijk eens eventjes hoe de bal rondgaat. Oké, van de daadwerkelijke doelpoging kunnen we niet bepaald zeggen dat die van topkwaliteit is. Maar ja, uiteindelijk levert het wel het doelpunt op. Op de een of andere manier weet hij dan toch die doelman te passeren met een, ja, je mag wel zeggen, mislukte inzet. Dan zal hij niet echt verbalen. Stilte bij de aanhangers van Fortuna, nu ze op achterstand staan. Zet verder door. Hij pakt de bal en begint aan uitbraak. Schitterende treffer! Ach, kijk eens, er komen sterretjes voor die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Wat is dit toch eigenlijk een vlekkeloze aanvalsopzet? Het begint allemaal bij deze heerlijke paas. En daarna is het misschien nog niet meteen een gelopen zaak. Maar als hij op deze manier uithaalt, ja, dan is de keeper natuurlijk
volstrekt kansloos. Wat een knal. Een prachtige treffer. En de stand is weer gelijk. Wat een spannende wedstrijd is dit toch. Daar had hij voor kunnen fluiten. Maar heel goed. Hij geeft hier voordeel. James Maddison. Konrad Laimer. Gebruikt goed zijn lichaam. Die bal is hij kwijt. En ze kunnen nu antwoorden met een snelle tegenaanval. Op de brommer er voorbij. Niet makkelijk, wat gaat hij doen? En daar pakken ze de voorsprong. Die kans werd verzilverd. Nu mag de tegenstander iets gaan verzinnen. Ja, en als de tegenstander gaat drukken, dan komt er vanzelf nog meer ruimte. Ik denk dat de verdediging wel even bij zichzelf te raden kan gaan, Siert. Want het was leuk geweest als er iemand in de buurt was geweest. Hij stond helemaal vrij hier en kan de bal gewoon het doel in dribbelen. Dat was alweer het vijfde doelpunt. 3-2. Hij heeft zijn dag. Hij past nauwkeurig vandaag. Hocus pocus. Wat een tovenaar. Pure magie is dit. Wat een spectaculaire beweging. De scheidsrechter fluit. Ja, en baant zich een weg naar de stip. Er is nog wat oppositie. Maar het is een strafschop. Als ze deze kunnen benutten, kopen ze weer langzij. En gewoon een strafschop. Maar hij trekt er geen kaart voor, terecht. Nou, ik snap hier echt helemaal niets van. Je moet hier gewoon een kaart voor geven. Ja hoor, hij zit erbij. De doelman houdt de penalty tegen. Goed gedaan hoor. Goed gedaan hoor, keepertje. Resoluut gereageerd. En zo houdt hij die strafschop tegen. Chapeau. En hier nogmaals. Die keeper pakt de bal goed hoor. Uitstekend gereageerd. Wat een goede redding. Zoals we nogmaals zien. De doelman stopt die strafschop. Kijk mee. Hoe dat schot van 11 meter eindigt bij de keeper. Sterke save. Corner voor het doel gebracht. De doelman neemt geen risico en stopt de bal weg. Ik denk dat hij deze bal gewoon verkeerd tegen zijn hoofd krijgt. Ja, die bal zeilde ver van het doel af. Toch jammer hoor, van deze mogelijkheid. Zoals u hier ziet, heeft Fortuna Sittard. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Fortuna scoort, koekoek. Een uitbraak en door die mooie individuele actie komt hij zo ver dat hij gewoon kan scoren. Deze goal kun je gewoon helemaal op zijn naam zetten. We trappen weer af en gaan verder met 4-2. Hele mooie beweging. Het is ballet. En daarmee ook je tegenstander nog voorbij. Hoppa. Callum Hudson-Odoi. Steven Bergwijn. Ah, dit is lekker. Hij laat doorspelen naar die tackle. De voordeelregel uitstekend toegepast. Ja, jammer. De tegenstander zit mis.
komen ze terug in de wedstrijd. Ja, doelpunt, schitterend. Het begint natuurlijk allemaal met een efficiënte actie. Niets op af te dingen. Maar ik kan me ook voorstellen dat de tegenstander verwijtend naar de doelman kijkt, hoor, naar deze blunder. Die bal had nooit in de korte hoek mogen verdwijnen. En we zijn getuigen van opnieuw een aftrap. 4-3 alweer. Vervolgt zijn weg naar het doel. Leroy Fer. Ah, dat is toch genieten van zijn passes vandaag. Bal kwijt. Heerlijke beweging. Ja. En ook nog zijn man uitgespeeld. James Maddison. En nu snel schakelen voor de counter. Hij mist al oog in oog met de doelman. Ja, maar waarom nou zo hard? Je kunt hem toch veel beter gericht inschieten. Daniel Amarty. Het ziet er veelbelovend uit. Ai, net iets te vroeg gelopen daar. Ismaila Sarr. We gaan de rust in met een spectaculaire stand van 4-3. Ik kan alleen maar zeggen dat hij buitengewoon goed heeft gespeeld in de eerste helft. Ja, hij heeft er nu al 2 in liggen, hè? En hij zal waarschijnlijk nu op jacht gaan naar een hattrick. Een prima wedstrijd van hem, hè? En een lekkere voorsprong. Hij schudt de tegenstander van zijn... De rust is voorbij. Afgetrapt voor de tweede helft. Wow. Ik word er gekomen. Zo mooi, zo mooi. Briljant hoe hij zijn tegenstander uitspeelt. En ze werken de bal uit de gevarenzone. Ja, nu kan er een counter komen. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Naar een vrije speler. Het spel gaat verder naar die redding. Opnieuw gestopt en we spelen verder dus. Konrad Laimer. Tegenstander neemt over. Als hij uithaalt, zit hij. Hij legt hem bij de tweede paal. De verdediging werkt die bal goed weg. Ketst af en gaat over de zijlijn. Inworp. Pedro Alcalá. James Maddison. Bal naar de tegenstander. De aanval van Fortuna Sittard. En dat is nummer 3. Nu zet hij gewoon een hattrick op zijn naam. Voor de verdediging is het echt om gek van te worden. Maar ja, oké, hij is wel van buitengewone klasse. Zeker vandaag. Daar doelpunt nummer 3 van de wedstrijd. En inderdaad, dat mag gevierd worden. Dit is de zoveelste aftrap. Beide teams blijven maar doelpunten maken. Bal weggegeven.
Fortuna met het offensief. Komt er het doelpunt aan? Daar is dan toch het gevaar. Ja, goal! Oh, hou me vast. Dit is de hemel op aarde. Wat een doelpunt. Zo uit de lucht geplukt. Wat een volley. Technisch perfect. Niets aan te merken op deze treffer. Werkelijk onberispelijk gedaan. En daardoor ziet de doelman opeens twee man op zich afkomen. En weet hij eigenlijk bij voorbaat al dat hij kansloos is. En dat wordt door die spelers nog eens onderstreept met deze vrij simpele afronding. Negen doelpunten in dit duel. 6-3. Koekoek. Wat een dribbel. Gaat hem heel mooi voorbij. Prachtige beweging. Aaron Creswell. James Maddison. Konrad Laimer. Balverlies. Hij gaat verder. Mooi trucje, zeg. Circus Koekoek. Dit is smullen. En nog effectief ook. Waar is de keeper? Nergens te bekennen. De bal gaat erin. Ik heb echt geen idee wat ze er achterin allemaal aan het doen zijn. Moet je kijken, het doel. Helemaal open, ja. Daar weet die speler wel raad mee. Ongelooflijk deze wedstrijd. We trappen af bij 6-4. Ja, ja, dat hoort u goed. 6-4. Steven Bergwijn probeert zichzelf te lanceren. Kan hij hier voor gevaar zorgen? Richarlison. Ja, koekoek. De techniek druipt er vanaf. Een volley met de timing van een Zwitsers uurwerk. Eigenlijk een digitaal doelpunt. Een beauty. Ja, dit zijn van die voorzetten waar je als speler van droomt, hè. Je hoeft er alleen maar tegenaan te lopen. Precies op de juiste plek. Ja, zo wordt scoren wel een makkie, hè. Ja, dat moet gezegd. Er zit helaas weinig spanning in de wedstrijd. Pedro Alcalá. James Maddison. Aaron Creswell. Het was vast niet zijn bedoeling om blind aan te spelen. Direct druk zetten, dat werkt hier. Gered door de keeper, bal blijft in het spel. Alle ruimte voor een dribbel. En daar gaat hij voor de uitbraak. Op de brommer lijkt het wel. Schitterende treffer. Ach, kijk eens, er komen sterretjes van die bal. Hij doet het met een prachtige volley. En de doelman, ja, die kan er alleen maar naar kijken. Hij zou eigenlijk moeten applaudisseren. Dit is nog eens toeslaan vanuit de tegenaanval. Een messcherpe counter. Wat een mooie actie, zeg, van die speler. Hij creëert eigenlijk zelf de kans met die uitbraak. Voor de verdedigers geen kans om hem af te stoppen. En dan scoort hij uiteindelijk. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag.
Balbezit weer kwijt. Dat is natuurlijk een vrije trap. Ze hebben besloten nu het team aan te passen. Verdediging effectief hier. Kunnen ze dit snel uitspelen? Hij ontsnapt, hij moet scoren. En die gaat over de doellijn. Dit is wat je in jargon een gouden wissel noemt. Prachtig om te zien, die grijns op zijn gezicht. Laten we nog eens kijken, Siert, want dit is een doelpunt waar ik in ieder geval geen genoeg van krijg. Eerst die gevaarlijke steekpaas. Hij was er opeens vandoor en de verdediging had niet echt een antwoord. Het gaat om die individuele actie, heel mooi. En dat bekroont hij dan met een doelpunt. Wat een doelpunt, de Verstijn, zeg. We hebben niks te klagen. Nog 20 minuten reguliere speeltijd, resterend. Ah, daar is een beetje ruimte op de flank voor Fortuna Sittard. Mogelijkheden voor een counter. Ze kunnen het nog afmaken. Ja, gevaarlijke steekbal. Vrije trap op een wel heel interessante plek. Ik vrees met grote vrezen dat dit einde wedstrijd is voor hem. Hij ontnam deze speler de doortocht naar het doel. Dus gewoon rood. Ja, geweldig. Doelpunt. Dan krijgt die bal er toch mooi in, hoor. Fraai genomen. De moeilijkheidsgraad is niet al te hoog. Dat kunnen we hier goed zien. Hè? De bal over de muur, maar er is eigenlijk niet veel effect nodig om hem tussen de palen te krijgen. Maar ja, al met al natuurlijk wel goed geplaatst. Prima doelpunt. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Hij rukt verder op. En hij komt eruit met de bal. Daar wordt goed verdedigd. Er zijn er die voor die tackle fluiten. Maar goed dat hij het niet doet. Voordeel. Er ligt een counter op de loer. Die defensie reageert veel te traag. De bal is hij kwijt naar die tackle. En dan nu een mogelijkheid tot een snelle uitbraak. Nu moet er iets gebeuren. Zo, schot op de paal, bal terug in het veld. Ik telde hem al, jij telde hem al, Siert. Ik denk dat die speler hem ook al telde en al die mensen op de tribune. Maar die bal komt terug in het veld. En wat zullen ze daarvan balen, zeg. Nou, dit is een belangrijke onderschepping. Want dat was een gevaarlijke steekbal. Volgens de trainer is het tijd om te wisselen. Aaron Creswell. Xabier Echeta. We gaan de laatste 10 minuten reguliere speeltijd in. Maxime Gonalon. De keeper is hem te snel af. Ruimte voor de counter. Ik denk dat zijn coach hier de zenuwen van krijgt. Oh, wat een schotkans. Ratatatata, hier zit
alles in een plaatje van een omschakeling. Hup, de Brommer staat er. Springen, tak, 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 goal! Ah ja, een schitterende goal. Ze profiteren maximaal van hun snelheid en dan slaan ze genadeloos toe. Nou, clubtopscorer zal hij niet snel worden. Maar altijd leuk om als keeper je doelpuntje mee te pikken. Ja, als keeper probeer je doorgaans juist goals te voorkomen. Maar ik denk niet dat hij dit erg vindt. Wat is er nou mooier dan scoren? Met dit doelpunt wordt het verschil nog groter en is de wedstrijd wel gespeeld. Aaron Creswell. Konrad Laimer. Ja, die tackle kan eigenlijk niet. Het was een overtreding, maar hij laat doorspelen. Goed voordeel gegeven, dat dan wel. Hij laat het spel lopen. Een grote kans hoor. Boom, binnen. Wat een mooi doelpunt is dat. Ah, moet je kijken hoe je die actie maakt. Hij gaat en hij gaat en hij gaat. Ja, zoveel ruimte moet je hem natuurlijk niet geven. Want dan is dit de consequentie. Maar complimenten hoor, hoe je het afmaakt. Een heerlijke actie. Er is sprake van een duidelijk krasverschil in deze wedstrijd. Antonio Sanabria. Bal weer verloren. Balbezit weer kwijt. De grensrechter wijst naar de cornervlag. Hij speelde geweldig. De trainer besluit echter om hem te wisselen bij deze voorsprong. Wellicht, ja, om hem wat extra rust te geven. Vraagteken. Hoekschop komt voor. Ederson met zijn vuist. Bal kwijt. Mogelijkheid voor een snelle uitbraak. Een enorme blooper is dit. Comedy Capers, wanvertoning. Een leeg doel. Een leeg doel. En dan zo missen. Cedric. Adnan Januzaj. Alle ruimte op de flank. Cedric. Antonio Sanabria. Goed getackeld daar door deze Deli Blind. Hij vindt Ismail Assar. Hij houdt die bal mooi. Ze hebben de bal terug en nu tempo maken. Ja, geweldig. Doelpunt. Nog een doelpunt voor ze. En het verdient lof dat ze dit niet opgeven. Ja, wat is dit? Is dit gemakzucht of een totaal gebrek aan concentratie? Ik weet het niet, maar de bal wordt daar verloren op een plek waar dat echt niet zou mogen. Met alle gevolgen van dien. Dat is bijzonder slordig. We worden getrakteerd op een ongelooflijke hoeveelheid doelpunten vandaag. Hij rukt verder op. Hij pakt de bal en begint een uitbraak. Die bal is een makkie voor de keeper. Dat is het laatste fluitsignaal. Ze winnen in eigen stadion.
Ze hebben de wedstrijd gedomineerd. Ze waren eigenlijk oppermachtig en hebben dat omgezet in een afgetekende overwinning.